Hallo mensen van de Leven 1, 2, 3 Leven. Net liep er een koppeltje voorbij mijn huis, een jongen en een meisje. En eigenlijk lopen ze nu gewoon alweer voorbij mijn huis. What the fuck, Inception. En je zou moeten weten, die jongen probeert dat meisje te kussen, zo binnen te doen. En dat meisje lean backt gewoon. Dus what the fuck? Die jongen probeert dus zo de voortgaan bij dat meisje. En terwijl ik dat zie gebeuren, zit ik hier ook zo vanop mijn kamer te kijken. Oh shit, it's a love story. Gewoon op dat moment. Zo dat ze die jongen kan dodgen en ze kijkt zo naar hem en ja, die jongen haat zijn leven. En blijkbaar ga ik kijkers verliezen omdat mijn haar lelijk is. Veel mensen zeggen dat in de chat, wel, ik vind mijn haar wel cool, ja. Vandaag gaan we praten over iets die heel veel is aangevraagd. We gaan praten over mijn rapport. En ik heb daar eigenlijk geen video over gemaakt omdat ik het zelf een beetje belachelijk vond. Omdat ik dacht dat ik mezelf meer voor het schut ging zetten dan een grappige video ging maken. Maar ik doe het nu toch, dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Acid en ik zal zeggen... Let's fucking go! Dames en heren, het is warm, het is fucking 95 graden of zo. Zorg dat je gehydrateerd blijft, drink water en ja... Het is echt het enige wat ik kan zeggen tegen jullie. Drink fucking veel water. Zorg dat je een beetje koud blijft. Drink niet veel frisdrank. Drink gewoon water. Ja! En ik ga pet aan doen, want ik word eigenlijk zelf een beetje gek van mijn haar. Yeah. A few moments later. Fuck die pet. Voor de mensen die nog niet snappen, ik heb een heel schooljaar opgefukt. Ik moet blijven zitten. Mijn rapport was dramatisch. Ik heb de examens helemaal opgefukt. Op een bepaald moment kwam ik gewoon op mijn examen. Ik kreeg mijn examen en ik heb het gewoon teruggegeven aan de leerkracht. Zonder er iets mee te doen. Ik ben naar huis gegaan. Dat was voor het vak fysica. Het is dan ook niet zo raar dat ik een nul heb voor dat vak. Ik heb echt gewoon serieus een nul. Er staat op mijn examen gewoon een nul. Misschien is het beter dat we even mijn rapport erbij nemen. Dat ik de punten eens overloop met jullie. Eigenlijk is het echt slecht. En weet ik niet dat jullie ouders dit horen, maar... Oké, let's go. Let op, het is echt erg. Mijn papa wou mijn rapport zelf eerst niet doorsturen aan mij. Ja, hij wou het niet doorsturen omdat het fucking slecht was. Algemeen totaal 38. En dan begint het aardrijkskunde 18, Engels, 48. Ik ben zelf gebuist voor Engels. Het examen dat ik dronken heb gemaakt. En als leerkrachtencommentaar staat erbij, wat betekent dat? Geen flauw idee wat ze daarmee bedoelt. Misschien heb ik mijn examen in het Nederlands ingevuld. I don't know. Frans, 57. Geschiedenis, 40. Sport, 76. Nederlands, 56. Wiskunde, 8. 8 op 100. Dat is wel pijnlijk. Fucking 8. Economie, 50. Micro-macro-economie, 27. Biologie, 21. Chemie, 12. Dus chemie is scheikunde, dus ik heb 12. Fysica, 0. Legit 0. Echt gewoon een 0 op mijn rapport. Ik had nooit gedacht dat ik dit ging kunnen doen. Dit is gewoon 0. Dat gewoon een 0 op mijn rapport. Voor zedeleer heb ik dan gewoon 90. Boeit geen fuck. Dus we kunnen wel zeggen dat ik het redelijk hard heb opgefuckt dit jaar. Wetende dat toen ik 12 was, ik begon te huilen. Als ik een 6 had of een 7. Nu mag ik blij zijn als ik 5 heb. Kijk, ik ga volgend jaar naar een andere school. En dat wisten jullie natuurlijk allemaal al. En ik moet 5 sowieso opnieuw doen. Dus eigenlijk boeide dit schooljaar me eigenlijk echt geen ene hol. En ik heb eigenlijk ook gewoon mijn best niet gedaan voor de examens. Ik heb het opgefukt. Ik heb het zo erg opgefukt dat één commentaar van een leerkracht zelf dit is. Let goed op. Nathan, ik vind het niet alleen belachelijk dat je niet eens hebt geprobeerd het examen in te vullen. Ik vind het veel erger dat je het klasgemiddelde zo naar beneden haalt. Maar dat boeit me echt geen fuck. Kijk. Het klasgemiddelde boeit me echt nog minder dan de school zelf. Waarschijnlijk had heel mijn klas 90 of zo. Ik had 12. Shoutout naar mijn leerkrachten. Ik haat jullie. Ik hoop dat ik jullie nooit meer zie in mijn hele leven. Als ik een bijna doodse ervaring moest vertellen, dan vertel ik gewoon mijn hele leven op die school. Besef dat dat koppeltje nog altijd voor mijn deur staat. Nog altijd. Ze mogen nu al weggaan. Als jullie aanbellen, dan gooi ik met een steen naar jullie hoofd. Mijn papa is om mijn rapport gegaan op de dag van mijn verjaardag. Toen was het rapportdag. En hij is gewoon mijn rapport gehaald en heeft er eens naar gekeken. Kreeg bijna een hartaanval en is naar huis gegaan. Heeft gebeld naar mijn mama. Mijn mama heeft gebeld naar mij. En ik heb gezegd, ja, maar het boeit me eigenlijk niks. Ik heb afgelegd en ik heb mijn ouders niet meer gezien. Want dan ben ik vertrokken naar Nederland. En zo is het een beetje gegaan. Ik heb een CA-test. Moet blijven zitten. Blijven mailbaar opnieuw doen. Wat is daar goed aan voor YouTube? Ik heb nog een jaartje dat ik extra op deze kutschool. Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk zit ik gewoon een jaar extra. Eigenlijk heb ik gewoon een jaar van mijn leven verspild. Eigenlijk suk ik gewoon dik. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb echt gewoon legit een jaar verspild. Ik ben elke dag met AIDS naar school gefietst. Elke dag was erg. Ik heb deze meme gevonden. Deze meme toont gewoon hoe mijn leven is. Zo was school. Ik ging en ik... Ja...
zo was het. Dus ben jij nu denk ik ook aardig goed heb opgefuckt, doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zal zeggen, fuck school, geniet van je vakantie. En nu ga ik nooit meer een video maken over school tot 1 september. Let's fucking go. Kom uit Rusland. Poetin vraagt, wat is er aan die hand? Wat mogel toch van kan?